Welkom bij Donker Design. We zijn een ontwerpbureau met innovatieve groene oplossingen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit en daktuinen. En laten we die kennis nou net nodig hebben voor One Milky Way. We laten je graag zien wat we hebben bedacht. One Milky Way is een bijzonder gebouw. Het is klimaatadaptief en natuurinclusief ontworpen. Dat betekent dat we rekening houden met de vlinders en de bijen, maar ook dat we al het regenwater opvangen op het terrein zelf. We vangen het water op drie daken van het gebouw. Dat doen we middels kratten. Hiermee voorkomen we dat het riool overbelast wordt. De twee hoogste daken zijn niet toegankelijk voor de bewoners. Het laagste dak wordt een grote, hele mooie ontmoetingstuin, maar daar vertel ik straks meer over. Wat het gebouw heel bijzonder maakt als je er straks naartoe loopt, is dat je wordt verrast door een groene wand van wel 12 meter hoog. Die groene wand bestaat niet uit één soort, maar uit meerdere soorten klimplanten, zoals wingerd, blauwe regen en kamperfoelie. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar geeft ook straks heel veel verkoeling van het gebouw. De grootste daktuin gaan we inrichten als een hele mooie ontmoetingstuin voor de bewoners. Wat we hebben gedaan is, we hebben een vaste plantentuin ontworpen met daarin paden die er doorheen slingeren. Daartussen hebben we hele leuke zitelementen geplaatst voor waar je met twee man kan zitten of met vier man kan zitten. Voor een fantastische plek. De materialen die we toepassen zijn natuurlijk hout, kort tentstaal en een soort grind, halfverharding, waardoor je echt een beetje dat parkachtige gevoel krijgt. Dit wordt een fantastische plek straks om te verblijven en een rustig moment te kiezen om een boekje te lezen of gewoon even te genieten van de natuur. Voor de beplanting hebben we ons laten inspireren door de vaste plantentuin van Piet Oudolf in Lurie Garden in Chicago. Dit is een hele mooie vaste plantentuin waar heel veel bijen en vlinders op afkomen en dat willen we eigenlijk hier ook gaan doen. Wat we daarbij nog willen doen is een aantal bomen en hezen toepassen. En die hebben we geplaatst op een soort heuvels, waardoor er nog meer diepte en mooie plekken ontstaan en je nog meer het gevoel krijgt van geborgenheid. Op 24 meter hoogte ligt het kleinste dak, maar dit wordt wel een heel bijzonder dak. We vangen daar niet alleen het regenwater op, maar we gaan er ook een natuurdak maken. Helaas is dit dak niet toegankelijk voor bewoners, maar exclusief voor de natuur. Het wordt dus een hele bijzondere plek.